SET-regeling. Stimuleringsregeling e thuis. We willen dat ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking, of met een risico daarop, langer thuis kunnen wonen, met een grotere kwaliteit van leven. e kan daarbij helpen. Bestaande e -help toepassingen die ondersteuning en zorg thuis faciliteren, kunnen in de praktijk meer en beter ingezet worden. De stimuleringsregeling e thuis, oftewel SET, Helpt hierbij. Het heeft als doel om meer mensen bestaande toepassingen te laten gebruiken, het in te bedden in de werkprocessen en structureel te bekostigen. U kunt ZET subsidie aanvragen als u een aanbieder bent van zorg en ondersteuning, bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie. U kunt op twee manieren gebruik maken van SET. 1. U hebt een idee, maar nog geen visie op e-health. Gebruik het optionele voortraject van SET. U weet wat u wilt. Van een 50.000 euro kunt u een aanvraag indienen. U dient de aanvraag in samen met een inkoper van zorg, zoals een zorgverzekeraar, zorgkantoor of gemeente. U maakt uw organisatie klaar voor het leveren van digitale zorg. Samen met de inkoper worden er duurzame afspraken over de inkoop van deze zorg gemaakt. Waarvoor kunt u precies subsidie aanvragen? Het gaat om kosten voor projectmanagement, implementatie de e-help toepassing en de opleiding. Bij implementatiekosten kunt u denken aan het aanpassen van werkprocessen en het bieden van ondersteuning voor het proces, zoals het inrichten van een helpdesk. Daarnaast kunt u zowel medewerkers als cliënten opleiden. Uw medewerkers leren zo hoe ze zorg via de digitale route kunnen leveren. Uw cliënten leren bijvoorbeeld hoe ze met een beeldscherm kunnen omgaan. Hoe gaat de aanvraag in zijn werk? Stel, u wilt aan de slag met beeldbellen. Als eerste stelt u een projectleider aan voor het project. Die voert een quickscan uit om te checken of de aanvraag ook echt past binnen de regeling. Na feedback hierop gebruikt de projectleider de formulieren op de website van RVO voor de aanvraag. Dan is het tijd om te brainstormen met de projectgroep. In deze groep zitten verschillende partijen: projectleider, inkoper van zorg, financiën, ICT. Medewerkers, enzovoorts. Zij nemen samen de stukken door en bedenken wat nodig is om de toepassing breder in te zetten binnen de organisatie. Dit is gelijk een goed moment om te checken of de leden van de raad van bestuur achter de ideeën staan. De laatste stap is het daadwerkelijk schrijven van de aanvraag. Neem daar voldoende tijd voor, zowel voor het opschrijven van de plannen zelf. Als voor het afstemmen en het verkrijgen van de benodigde handtekeningen van de samenwerkende partners. Na het indienen van de aanvraag kunt u daar vragen over krijgen. Vervolgens kan het zijn dat u een uitnodiging ontvangt voor een interview met de adviescommissie. Daar gaan vaak nog een paar weken overheen. Heeft u plannen om e-health in uw organisatie op te schalen? Kijk voor meer informatie over ZET op de websites van ZonmW en RVO.nl.